Goedemiddag allemaal. Uh, welkom bij het webinar waarin we het gaan hebben over uh, de Multicolor Slim, het brandmarchet uh, wat wij hebben. Uh, mijn naam is Sliman Azougag en ik ga jullie vandaag daar wat meer over vertellen: uh, dus over het product zelf, maar ook over de nieuwe oplossingen die we hebben. Uh, mochten jullie vragen hebben tijdens dit webinar, dan kan je die stellen in de chat. En dan proberen wij er ook tijdens uh, het webinar op terug te komen. We gaan ook uh, direct van start. Wij hebben een uh, compleet portfolio bij Mulcool. Uh, dat is dus niet alleen de multicolor slim, maar het zijn ook de, de stengelschotten, de, de, de pasta, de, de coatings. Uh, we hebben een multi A-kit. Uh, wraps, stenen, twee componenten schuim. Dus het is een zeer compleet uh, assortiment, ook allemaal in combinatie met elkaar getest. Maar vandaag gaan we het uitsluitend hebben over de multicolor slim, onze brandmarchet. Daar gaan wij ons vandaag uh, op richten. Nou, als we gaan kijken naar de eigenschappen van, uh, van, uh, van het brandmachet, die gaan we dadelijk even behandelen. Uh, maar eerst even de inhoud van, uh, van de presentatie. We gaan het dus hebben over de eigenschappen van het uh, product. We gaan kijken naar een stukje montage, van hoe monteer ik de Multicolor Slim nou op een juiste manier, zodat hij dus ook conform het testrapport uh, uh, zeg maar, uh, getoetst kan worden. Uh, we gaan kijken naar verbruik. Nou, het machet bestaat uit een aantal schakels. En nou, wanneer heb ik nou welk aantal schakels nodig? Uiteraard gaan we ook kijken naar het toepassingsgebied. Waar kunnen we het machet allemaal voor inzetten? En dat toepassingsgebied is vrij uitgebreid. We gaan kijken naar uh, geteste configuraties. Dus op welke manieren en met welke type leidingen en welke type isolaties uh, kan het machet worden toegepast. En we gaan ook kijken naar het verhaal uncapped. Uncapped en uncapped, capped, capped, uncapped. Uh, dus uh, voor welke type leidingen uh, is het machette allemaal geschikt? We gaan ook wat testopstellingen bekijken. Van hoe uh, ziet dat machette er nou uit in een testopstelling? Uh, uh, daarvoor hebben we als voorbeeld, als voorbeeld een lichte scheidingswand met, met, alle, uh, dus met alle thermokoppels erbij en, en de afdoppingen of de juist niet uh, afgedopte leidingen. We gaan ook kijken naar enkele geteste nieuwe oplossingen conform de EN 1366-3. Dat is de testnorm voor het testen van, uh, van doorvoeringen. Dus we gaan uh, even starten met de eigenschappen van, uh, van de Multicolor Slim. Het is een, uh, een universeel brandmarchet uh, bestaande uit uh, uh, 174 schakels. Hij is 2,61 meter lang en je kan er precies 6 machetten van een diameter 110 uithalen. Dan is het product ook op. Uh, mocht je wat schakels overhouden, daar kom ik later in de presentatie nog even op terug, uh, dan kan je die dus her, herbruiken. Dus je hoeft ook niks weg te gooien van het product. En zoals ik al zei, hij bestaat uit 174 schakels. Uh, er zitten altijd 20 bevestigingsgroeven bij en 20 clips. En daarmee zou je in principe elke diameter kunnen maken. Hij is ook getest op uh, schotpanelen. Dus dat betekent dat uh, als je in het werk uh, schot tegenkomt of je monteert een schot van ons. Dan zou je daar dus met de wokkels, de Multiscrew FB, uh, zou je dus het machet kunnen monteren in een schot systeem. Dus dan hoef je niet met draadeinden te werken en met boutverbindingen aan beide zijden van, uh, van de sparing. Maar dan kun je dus vanaf één zijde van de sparing werken met de wokkels. Hij is slechts 30 mm hoog. Uh, dat is eigenlijk het meest slanke schakelmachet wat er bestaat uh, in de markt. En daarmee kun je dus heel makkelijk achter je leidingen langskomen. Uh, het is ook veel makkelijker te verwerken dan een bredere variant. Uh, en hij is getest tot 120 minuten. Wij uh, leveren daar ook de, de conformiteitsverklaringen bij. Dus op het moment dat je uh, doorvoeringen die gemaakt zijn met de Multicolor Slim wilt registreren in ons logboeksysteem, de data manager, dan zou je daar dus de, de, de bijgeleverde plaatjes kunnen gebruiken. Dat zijn PVC-plaatjes en die kun je dus met de kit uh, naast de doorvoering monteren. Nou, even een klein plaatje van uh, ja, wat er zo al mogelijk is met die Multicolor Slim. Het is een zeer uitgebreid uh, manchet, zoals jullie zien. Uh, leidingen die in de hoek lopen of die strak langs de vloer lopen. Uh, meervoudige doorvoeringen uh, zijn ook uitgebreid getest. Uh, metalen leidingen uh, of koperen leidingen in combinatie met brandbare isolaties. Nou, PEX-leidingen uitgebreid meegetest. En heel veel van deze oplossingen zijn dus ook uncapped, uncapped, oftewel geventileerd getest. En dat heb je nodig op het moment dat je dus uh, geventileerde systemen uh, tegenkomt in de praktijk. Dan moet je dus een product nemen wat daarvoor getest is. En dat is dus de, de Multicolor Slim. Nou, we gaan even door naar een stukje. Hier kom ik nog uitgebreid op terug in de, in de presentatie. We gaan even door naar een stukje montage van uh, de Multicolor Slim. Ja, van hoe monteer je het machet nou op de constructie? Op het moment dat je te maken hebt met harde ondergronden, zoals beton en metselwerk, dan kan je nog steeds de schroeven gebruiken die daarvoor uh, geleverd worden. Uh, wel is het belangrijk om dan 6 mm voor te boren. Dus dat betekent enkel voorboren 6 mm en je draait daar de schroef in en dan zit het manchet vast. Uh, we adviseren ook absoluut om geen, uh, geen, geen pluggen te gebruiken. Uh, want die plug die gaat bij, bij verhitting gaat die, gaat die smelten en dan smelt hij eigenlijk de, de constructie uit en dan valt je machet ook naar beneden. Dus altijd zonder pluggen monteren, alleen met de schroeven die daarbij geleverd worden. Nou, als we gaan kijken naar uh, ondergronden bestaande uit. Gasbeton, cellenbeton of gipsplaten, daar hoef je niet voor te boren. Want daar kan je namelijk direct de multiscrew indraaien. Wel het advies om dan uh, de schroeftool goed af te stellen. Zodat je dus niet uh, uh, zeg maar de, de schroef doldraait in je, in je, in je constructie. Uh, en dan zit je dus vast en hoef je daar ook niks meer aan, uh, aan te doen. Nou, als we gaan kijken naar, brand, uh, bij, uh, zeg maar naar brand, uh, brandschotten, stel je dan schotsystemen. En daar gebruik je dus de, de multiscrew voor. Dat is dus de, de wokkel. En daarmee kun je dus eenzijdig uh, het machet monteren, wat ik al eerder in de presentatie aangaf. Uh, dit biedt ja, veel voordelen. Uh, en het grootste voordeel is eigenlijk toch wel dat je... Uh, eigenlijk maar met één persoon aan één zijde van de sparing een brandmanchet kunt aanbrengen. En dus daar hoef je niet de draadeinden en de boutjes voor te gebruiken. Nou, als we gaan kijken naar het verbruik van de Multicolor Slim, we zien dat die een, een vrij breed toepassingsgebied heeft. Dus vanaf een diameter 16 tot en met een, 3, een diameter 315. Dus ook grote diameters zou je nog kunnen maken met dit machet. Dus dat betekent dat je met één systeem, één bevestigingsprincipe, zou je dus uh, ja, tot die grote diameters van 315 nog dit machet kunnen gebruiken. Nou, als we even als voorbeeld een diameter 110 nemen, dan betekent dat dat je 29 schakels nodig hebt... En je hebt daar drie kleine clips voor nodig. En dan haal je precies zes machetten van een diameter 110 uit de doos. Dit, uh, uh, deze tabel die staat ook op de achterkant van de doos. Dus die kun je ook altijd ter plaatse raadplegen. Dan weet je dus precies hoeveel schakels je moet aftellen voor welke diameter. En als we even gaan kijken naar de grotere diameters, bijvoorbeeld een 315, dan wordt er aangegeven dat je daar 72 schakels voor nodig hebt, keer 2. Want je gebruikt namelijk het, uh, de Multipolar Slim dan. Dubbel, Die zit hem eigenlijk op elkaar. En daarvoor heb je dan, uiteraard, de kleine clips nodig, maar ook de lange clips. Want met die lange clips uh, komt de tweede machette eigenlijk over het eerste machette heen. Nou, en de tabel zegt ons dat we daar dan twee machetten uh, uit kunnen halen. Um, deze tabel die is afkomstig uit, uh, uit het Technisch Datablad. Uh, hierin staat dus precies. Um, Hoeveel clips je nodig hebt bij welke diameter, ook daar staat het dus in, in uitgelegd. En als we even gaan kijken naar die diameter 160 tot en met 200 mm, dan zien we daar dus staan dat je één kleine clip nodig hebt. Dat zijn de rode clipjes. En daarbij heb je dus vier lange clips nodig. En je ziet hier in het plaatje dat die eigenlijk over het eerste machet heen valt. En die rode clip hoef je in dit geval dus niet te bevestigen. Nee, dus die mag je dus gewoon gebruiken puur als bevestiging. Of als koppeling van het eerste machet. En daar overheen valt dan de tweede machet. Of de tweede, tweede ring eigenlijk. En die monteer je dan vervolgens in de constructie. Uh, zoals ik al aangaf in de presentatie. Je hoeft nooit iets weg te gooien van het product. Uh, in dit geval zien we dus dat een brandmachet is gemaakt uh, uit drie stukken. Dit is het eerste deel. Het tweede deel en het derde deel. Wat je daarbij dan wel nodig hebt, is dat clipje B, het rode clipje, om natuurlijk die andere clipjes uh, bij elkaar te houden. Dus normaal zou je drie clipjes nodig hebben, maar als je daar dus uh, meerdere stukken voor gebruikt, dan heb je dus een extra clip nodig om die andere clips ook aan elkaar te houden. Nou, Er wordt ons wel eens de vraag gesteld: van mag er nou wat ruimte, ruimte zitten tussen de, de, de inlagen van het machet en de doorvoering? Of die nou geïsoleerd is of niet. Uh, dat mag. Dat zien we in dit plaatje. We zien hier dus dat je uh, tot een diameter van 125... Uh, maximaal 15 mm speling mag hebben tussen de inlagen van het machet en je doorvoering. Gaan we naar, een, naar grotere diameters, dus vanaf uh, 125 mm... Dan mag die speling 5 mm zijn. Nou, dat, daar zit een, een voordeel aan, aan, die ruimte die er tussen zit. Uh, enerzijds... Uh, de hitte kan er wat beter bij komen op het moment dat je brand hebt. En anderzijds is het in de montage een stuk makkelijker om een machette met wat meer ruimte op een goede manier, manier te monteren. Uh, in plaats van dat die heel strak eromheen zit en dat je heel veel moeite moet doen om dat machet bij elkaar te houden. Dus die ruimte is, uh, is, is belangrijk. Dus uh, het is niet erg als die daar tussen zit. Nou, heel belangrijk is om uh, de ruimte tussen uh, de doorvoering en de sparing af te kitten. Dus dat is eigenlijk de naadafwerking het uh, plaatsen van je brandscheiding. Nou, dat kan op verschillende manieren. Uh, is je naad uh, niet groter dan 20 mm, dan zou je daar dus de Multisilent A-kit of de Multimastic SP-kit voor kunnen gebruiken. Um, deze zijn onlangs ook getest uh, voor rook. Dus dat betekent dat, dat ze ook rookwerend zijn. Hè, dus daar doe je het in eerste instantie voor. Um, en daarna monteer je dus het machet. Zijn je sparingen groter dan 20 mm, dan zou je daar de multimorter voor kunnen gebruiken. Dat is onze brandwerende mortel. En zijn je sparingen dan nog groter, ja, dan zou je daar het systeem voor kunnen gebruiken. Dus het multimastic C-systeem. Nee, waar je dan vervolgens uh, de doorvoering hebt met daarop dan de multicorrosie. Ik heb daar straks nog wat, uh, wat plaatjes van, dan wordt dat misschien nog wat duidelijker. Uh, onlangs hebben we ook uh, nul afstanden getest. Dus dat betekent dat uh, de machetten uh, met een nul afstand tot elkaar gemonteerd mogen worden. Uh, voorheen was dat altijd 10 centimeter. Uh, tegenwoordig zou dat dus uh, een stuk minder kunnen zijn. Dat zien we hier links onder in het plaatje. Uh, als we dat dan even gaan toelichten, dan betekent dat dus dat uh, A4 in dit geval, dus machetten onderling. Uh, die mogen eigenlijk strak tegen elkaar aangemonteerd worden. Heb je te maken met kabelgoten in combinatie met een, uh, een brandmachette, mag daar uh, 30 mm tussen zitten. Nou, tot aan de rand is dat 15 mm. En heb je te maken met uh, geïsoleerde leidingen, met steenwolisolatie, dan mag daar 25 mm tussen zitten. Dus en hiermee hebben we de praktijk eigenlijk proberen te benaderen. Want in de praktijk heb je vaak doorvoeringen die op, ja, op een mindere afstand dan die 10 centimeter uh, langs elkaar lopen. Nou, en hiermee zou je dus kunnen uh, onderbouwen dat het goed gaat. Dat is dus getest. Nou, hebben we te maken met uh, isolatiematerialen die brandbaar zijn? Dus elastomeren, zoals uh, Armaflex of Kaiflex-isolaties, brandbare isolatie of per- en perschalen bijvoorbeeld. Dan mag die afstand uh, 50 mm zijn. Deze uh, nulafstanden die uh, komen ook in onze technische databladen te staan, dus die kan je daar ook altijd uh, terugvinden. Nou, als we even gaan kijken naar uh, de geteste configuraties, dus, dus uh, wat kan je allemaal doen met het brandmarchet, uh, Dan hebben wij onder andere getest met uh, leidingen met een stalen draagschaal. En die stalen draagschaal die zit daar niet voor niets, want die zit er namelijk om die leiding op, uh, op zijn plek te houden gedurende een langere periode, dat die niet door gaat hangen. En dat zijn met name leidingen die... Uh, gevuld zijn met warme vloeistoffen. Nou, je kan je voorstellen dat bij brand... of, sorry, bij, bij normaal gebruik dat die, uh, dat die... leiding wat gaat doorzakken. En die stalen draagschaal zorgt ervoor... dat die dus op zijn plek blijft. Dus ja, zomaar... die, dra die, die draagschaal verwijderen... is eigenlijk niet de bedoeling. Dus uh, we hebben... getest op een diameter van 90 mm, waarbij... je dus de schaal kunt laten zitten. Je hoeft hem ook niet... weg te knippen. Uh, en daar kun je dus... een enkel machet voor toepassen. En dan... Uh, haal je daar dus een brandweerendheid mee. Nog even een plaatje, om het wat duidelijker te maken. Je ziet ook in het plaatje dat die stalen draagschouw dus ook door je constructie heen loopt. Dus die zal ook de nodige warmte doorgeven. Uh, nou, goed, dit is misschien uh, nog interessanter, uh, want dit zijn heel veel voorkomende uh, doorvoeringen. Dus met een nul afstand tot de constructie, dus met een 2 keer 45 graden bocht of op deze manier. Uh, doorgevoerd. Nou, je hebt eigenlijk geen mogelijkheid om het manchet volledig rondom je doorvoering te krijgen. En dan zou je dus die multicolor slim als een hoefijzer kunnen gebruiken. Daar heb ik later in de presentaties nog wat, uh, wat betere voorbeelden van. Uh, leidingen die heel strak langs de vloer lopen. Ja, hoe ga je daarmee om? Uh, in het verleden. Er werd nog wel eens het beton rondom weggehaald... om toch een machet volledig rondom je leiding te kunnen krijgen. Dat is bij de multicolor slim eigenlijk niet aan de orde. Want je, zal, je kan namelijk het machet als, als een soort van tunneltje... rondom je doorvoering aanbrengen en monteren. En dan ben je dus eigenlijk klaar. Nou, leidingen die strak in de hoek lopen, onderin of bovenin, ook geen probleem. Dan monteer je een machet als een C-tje. C-tje. Nou, leidingen die onder een hoek van 45 graden worden doorgevoerd... Is ook allemaal mogelijk. Nou, dit soort doorvoeringen kom je heel vaak tegen in combinatie met uh, bijvoorbeeld bij, bij, uh, bij parkeergarages, waarbij die hoogte heel belangrijk is. Nou, en dan worden afvoeren eigenlijk heel strak tegen de onderkant van het dek gemonteerd. Nou, ook daar kom je dus met geen mogelijkheid meer omheen met een, uh, een machet. In het verleden werd er nog wel eens geadviseerd om een omkasting te bouwen. En pas aan het einde van die doorvoering. Dus voor beide bocht en manchette plaatsen. Nou, dat is met, met uh, de multicolor slim eigenlijk ook niet aan de orde. Want hier kun je dus ook een, 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 uh, ja, een hoefijzer monteren. Dus direct tegen de onderzijde van het beton. Nou, in deze variant die heb je ook nog wel eens. Dus allemaal getest tot een diameter van 110. Dat zijn hele praktische uh, oplossingen. Nou, als we gaan kijken naar uh, wat er getest is tot en met een diameter van 125, nou, dan zijn dit de varianten. Dus ook weer schuin doorgevoerd. Verschillende typen MOF-aansluitingen. Hier valt ook de ElectrolastMOF onder. Dus dat is de, de MOF van Geberiet met twee van die pinnetjes erbovenop. Uh, ook die kan je laten zitten en het machet rechtstreeks monteren. Nou, dit soort oplossingen. In combinatie met vloeren, uiteraard ook uitgebreid getest. En uh, dit soort doorvoeringen in de hoek, ja, daar kom je vaak tegen uh, in combinatie met rioleringsleidingen of hemelwater afvoeren. Uh, en die kan je dus ook met een C'tje bovenin de hoek monteren zonder dat je dus die hele leiding hoeft te omkasten. Nou, Tot een diameter van 315 hebben we rechtdoe recht aangetest. Dat zien we bovenin. Dus rechtstreeks door de, vloer, door de wand of door de vloer. En we hebben uitgebreid getest met meervoudige doorvoeringen. Dus dat betekent dat doorvoeringen die heel strak langs elkaar door de sparing lopen, ja, die hoef je niet uit elkaar te halen en overal een aparte brandmachette op te monteren. Maar die kan je dus. Uh, direct monteren. Nou, dat, dat komt ook wel uh, weer de snelheid uh, ten goede, uiteraard. Uh, en je bent veel sneller klaar met zo'n doorvoering. En om nou te zien welke combinaties er allemaal getest zijn... adviseer ik jullie te kijken in de Multicolor Slim. Het is een, uh, een, 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 uh, eigenlijk een filtersysteem wat we gebouwd hebben. Het werkt enorm snel. Die kan heel snel... via de constructie of via het product een juiste oplossing vinden. En er is altijd een... een, een uh, uh, een referentie naar het, uh, naar het uh, testrapport. met paginanummer. Dus je kunt, je kunt enorm snel een juiste oplossing terugvinden. Ik heb het uh, ook even kort gehad over. Uh, ja, uh, geventileerde leidingen, niet-geventileerde leidingen. Uh, ik probeer dat hier even in een, in een schemaatje uh, weer te geven. Uh, er komt even een vraag binnen en die wil ik toch dan uh, even direct behandelen. Uh, dus stel, een PVC-leiding is per ongeluk voorzien van een opschuimende coating. Uh, dat voldoet niet, want het branchemachet eromheen is geplaatst. De vraag is of dat voldoet. Nou, op het moment dat je kunststof buizen hebt en er zit een, een coating omheen... Uh, dus een opschuimende coating, daar zou ik niet zomaar een brandmarchet omheen zetten, want die gaan elkaar uh, tegenwerken. Maar een niet-opschuimende coating, die zijn in het verleden wel heel veel toegepast ook, uh, daar kan je zonder probleem het machet uh, omheen zetten. Ik hoop dat ik hiermee de vraag beantwoord heb. Is de vraag of het antwoord niet duidelijk genoeg, dan, uh, dan zien we dat graag nog even terug. Nou, als we even teruggaan naar die, uh, naar die geventileerde systemen, uh, we hebben daar wat varianten in. Hebben we te maken met hemelwater afvoeren of rioleringsbuizen, dan uh, moeten die altijd geventileerd uh, worden toegepast. Want er zit ergens bovenop het dak een aanzuiging van, uh, van lucht. Uh, dus dat betekent dat je bij een brandtest uh, uh, dus ook je producten dan uncapped, uncapped moet testen. Dus die leiding is dan aan beide zijden is die open. Dus de, de hitte... Uh, of de, de vlammen, rook, uh, hete gassen. die kunnen dus vrij doorgang vinden door de leiding. En dat betekent dus dat je een product moet nemen. wat daarvoor daar, uh, bestand is. Uh, en daar hebben we dus heel veel getest met die multicolor slim. Want op het moment dat je hier bijvoorbeeld een grafietkit voor zou toepassen. Uh, dan kan het zomaar zijn dat door die overdruk. de grafiet de buis ingeblazen wordt. en dan is je doorvoering weer open. Uh, we hebben ook nog deze variant. capped-uncapped. Nou, dat zijn uh, ja, doorvoeringen die ondersteund zijn met een uh, brandwerend ophangsysteem. Denk daarbij aan, aan stalen leidingen, bijvoorbeeld. Uh, in dit geval zit de afdopping aan de overzijde. Dus die hete gassen en die vlammen die kunnen dus geen doorgang vinden in de leiding. En dit heb je ook nog wel eens bij, bij kunststofbuizen, bijvoorbeeld: hè? Dat, 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 dat het niet een geventileerd systeem is. En dan zou je dus op deze manier kunnen testen. Dus met een afdopping in de oven. Nou, de andere variant is een afdopping buiten de oven. En daar vallen eigenlijk de niet-geventileerde rioleringsleidingen onder. Uh, gasleidingen, drinkwaterleidingen en warmwaterleidingen bijvoorbeeld. En daar zit de afdopping aan de buitenzijde van de oven. Nou, je kan je voorstellen dat een uh, leiding die niet afgedopt is, dus de bovenste leiding... Ja, dat is eigenlijk de meest uh, ja, lastig om eigenlijk te, te halen. Daar zit de meeste uitdaging in. Uh, ja, omdat dus die hete gas en die vlammen dus vrij doorgang kunnen vinden door de leiding. Dus dat product moet veel harder werken om hem dicht te houden gedurende de test. Nou, we hebben nog één andere variant dat zijn leidingen die gekapt zijn dus afgedopt zijn aan beide zijden en dat zijn eigenlijk leidingen die, uh, ja, dat zijn, die zijn eigenlijk buiten gebruik gesteld uh, en die mag je dus op deze manier afdoppen en testen en ik moet zeggen dat die niet heel veel worden getest want uh, als je die andere drie testen kan je daar altijd die cap kapt uh, mee ondervangen nou dat is anders wanneer je uh, bijvoorbeeld uncapped capped hebt getest dan mag je daar niet de uncapped-uncapped leidingen mee, uh, mee afdekken. Dus dat betekent dat als je uh, bijvoorbeeld met een grafietkit hebt getest. volgens het uncapped-capped-principe, dus dat er een afdopping aanwezig is. dan mag je daar niet zomaar uh, de grafiet gaan toepassen. Uh, ter plaatsen van je uh, geventileerde leiding. En andersom mag dat uiteraard wel. Nou, als we even gaan uh, kijken naar wat is er dan allemaal is getest. met de uh, Multicolor Slim. We hebben. Heel erg ingezet op de uh, meerlaagse leidingen, dus de PEX-leidingen. En die kom je heel veel tegen, met name in de nieuwbouw, maar ook zeker in de renovatie. Daar waar het voorheen heel vaak koper was, uh, is het tegenwoordig heel veel uh, ja, meerlaagse leidingen. Dus de Henko's, uh, de, de, de Adupex, uh, dat soort type leidingen. En we hebben heel veel mee getest, ook in combinatie met verschillende type isolaties. Uh, nou goed, leidingen die heel strak langs de constructie lopen, dus met het hoefijzerprincipe, ook in combinatie met. Uh, met vloeren. Uitgebreid mee getest. Nou, testen in combinatie met schotten, met de wokkels zoals we hier ook zien. Ook uh, rookgas afvoeren, uitgebreid getest. En hier zien we dus dat de Multicolor Slim aan één zijde van de schachtwand uh, is, uh, is aangebracht. En hiermee kan je dus... Uh, ervoor zorgen dat je dus 90 minuten haalt uh, richting de schacht. Uh, in het verleden werd vooral bij, uh, bij uh, aluminium uh, rookgas afvoeren. Het aluminium onderbroken voor een stuk kunststof. En daarna werd pas het machet gemonteerd. En wij hebben juist getest met, uh, met eigenlijk doorlopende uh, aluminium. Uh, met een dubbele multicolor slim. En daar haal je dus ruimschoots 90 minuten mee. Uh, er komt nog een, een vraag binnen: uh, kan je het machet ook gebruiken bij spiroleidingen? bij ventilatiekanalen nou, eigenlijk niet. De multicolor slim is niet bedoeld voor rondom een spirobuis, want als je te maken hebt met ventilatie, dan moet je daar een brandklep of een vlinderklep voor gebruiken. Stel dat je isolatiemateriaal hebt rondom de spiro, dan adviseren wij wel op basis van gelijkwaardigheid om daar een machet omheen te zetten, want je moet toch ervoor zorgen dat je dus geen inbranding hebt via je brandbare isolatie naar de andere kant. Of je zou daar een grafietkit omheen kunnen zetten. Maar dat doet nog niks aan hetgeen wat er in die Spiro gebeurt. Want daar moet gewoon een, een vlindeklep of, of een brandklepje in. Uh, die dus openspringt op het moment dat je brand hebt. Dus een machette is daar niet voor geschikt. Nog even een uh, nou, resume. Als we even wat dieper gaan, gaan kijken wat er nou is getest met de Multicolor Slim. Uh, bijvoorbeeld kunststof buizen tot een diameter van 160. Daar zou je al met een enkel brandmarchet uh, tot 120 minuten kunnen halen. Dus in combinatie met wanden. En hier zien we het machet aan beide zijden gemonteerd. En in combinatie met vloeren zit het machet uiteraard alleen aan de onderzijde. Aan die zijde waar de, brand, uh, waar de brand vandaan komt. We krijgen ook wel eens de vraag: mag het machet ook bovenop de vloer gemonteerd worden? Uh, ik zeg dan altijd dat mag, maar dan moet er ook een machet aan de onderkant gemonteerd zijn. Want bovenop die vloer zal het machet niet voldoende aangestraald worden. Uh, en daardoor niet op tijd reageren. We zien hier een. Uh, een geluidsontkoppelende isolatie, dus mocht die aanwezig zijn rondom je doorvoering, dan kan die gewoon blijven zitten. En daaromheen kan het manchet worden aangebracht. Nou gaan we naar wat grotere leidingen of buizen, dan uh, dus vanaf een diameter 160 tot uh, 315. En hier zien we dus het principe van een dubbele multicolor slim. Uh, de naad is netjes afgedicht, daarachter zit een uh, steenwol backing in de vloer. Uh, en daaronder zit dan een dubbele multicolor slim aangebracht met, uh, met die verlengde clips. Nou, nog even wat voorbeelden. In combinatie met uh, meerlaagse leidingen voorzien van brandbare isolatie, dus elastomeer. Je ziet hier dat we tot een diameter 110, dat is een vrij, uh, vrij uh, grote diameter. In combinatie met een brandbare isolatie zou je dus het machet gewoon kunnen toepassen. En daarmee kun je dus tot 120 minuten realiseren. Nou, dit zijn wat merken die, uh, ja, die vrij gebruikelijk zijn uh, uh, op de bouw. Geberiet, Wavin, Henko, Uponor. Uh, we zien aan de rechterkant de plaatjes. En we zien dat die meerlaagse leidingen ja, heel vaak op verschillende manieren worden doorgevoerd. De ene keer zit daar een geribbelde mantelbuis omheen. De andere keer zit daar een brandbare isolatie omheen. De andere keer zonder isolatie. Soms zit er ook een PE-foam omheen. Dat zien we met name bij de uh, warm- en koudwaterleidingen. Uh, dus die worden eigenlijk overal doorheen gestoken. Uh, maar daar hebben we wel overal een oplossing voor met de Multicolor Slim. Maar ook met een grafietkit, bijvoorbeeld met de Multisilent GR. Uh, maar dat kan je allemaal terugzien in de Multiselector. Uh, leidingen die in de hoek lopen, die hebben we net al even gezien bij de 3D-plaatjes. Uh, op deze manier doorgevoerd door de wand of op deze manier door de vloer. Nou, je hebt eigenlijk geen mogelijkheid om het manchet volledig rond de leiding te krijgen. Hier zien we trouwens ook aan de rechterkant, uh, dus bij het rechterplaatje, een, een, een akoestische isolatie. Uh, die kom je ook vaak tegen rondom uh, leidingen. Ook die hoef je niet te verwijderen met de Multicolor Slim. Die mag je dus laten zitten. Nou, dit is dan eigenlijk het montageprincipe. Dus uh, de leiding zit in de hoek. Het manchet gaat niet volledig rondom de leiding. Dat, die mogelijkheid is er ook niet. Dus dan kan je hem op deze manier monteren met twee clips. En dan kun je er dus tot 90 minuten mee halen. Dus het is een hele praktische oplossing... Om ervoor te zorgen dat je dus een, ja, een hele voordelige oplossing hebt en dat je daar dus ook snel mee klaar bent. Uh, leidingen met dus nul afstand tot de constructie. Ook die hebben we uitgebreid getest. Er zitten wel wat aandachtspunten aan. Uh, dus tot en met 110 getest, tot 120 minuten. En wel belangrijk om dan het machet te verlengen met 15 schakels. Dus dat betekent dat je eerst kijkt. Naar de diameter van de leiding. En wordt wordt daar uh, worden dan 15 schakels bij opgeteld. En daar wordt dan het machet van gemaakt. En dit is dan eigenlijk het, uh, het principe. Nou, en die schakels die worden dan evenredig over het machet verdeeld. Dus niet 15 aan elke zijde, dat is ook vaak een vraag die komt. Dus niet 15 schakels aan elke zijde, maar die 15 die verdeel je eigenlijk over de leiding. Nou, nog een belangrijk aandachtspunt is dat er 15 segmenten in de, in de bocht moeten zitten. En nog veel belangrijker is dat het laatste schakeltje wordt omgedraaid. Um, en dat heet als reden dat bij brand zal de grafietinlagen gaan opschuimen. En je wilt natuurlijk niet dat die naar beneden toe opschuimt, maar je wilt hem juist de goede kant op duwen. Uh, en daarom is het belangrijk om dat clipje dus om te buigen, zodat bij het opschuimen van dat grafiet, dat die dus richting de sparing wordt geduwd. Een belangrijk detail. Nou, PE-buizen. In combinatie met, uh, dus met, met elektrolastmoffen. Uh, voorheen werden die pinnetjes altijd eraf gehaald. Met het risico dat de lasse wordt beschadigd. Uh, met die multicolor slim mag je hem dus gewoon laten zitten. Dus dat is in combinatie met vloeren, maar ook in combinatie dus met, uh, met lichte en massieve scheidingswanden. Dit zijn de, de pinnetjes waar ik het over heb. Um, nou, vezelcomposietleidingen nog eventjes... Uh, ook veelvuldig getest met en zonder isolaties. Tot uh, 120 minuten. Nog even de plaatjes van, uh, uh, van. van meerlaagse leidingen in combinatie met. Uh, de uh, multicolor slim en het stenel- systeem. Nou, dit type leidingen, dat wordt heel vaak in combinatie met elkaar doorgevoerd. Dus je ziet al. Dan mag je rechtstreeks een brandmachette omheen zetten aan beide zijden. En hier zien we ook duidelijk dat die wokkels tot net niet door de plaat heen gaan. Want die zijn namelijk om 40 mm lang en die platen zijn of 50 of 60 mm dik. Uh, nieuwe oplossingen die we getest hebben, die komen ook in de multiselector. Uh, hier zien we even een printscreen van uh, de multiselector. En we geven bij de nieuw geteste oplossingen ook altijd aan dat ze nieuw getest zijn. Dus dat kan je altijd duidelijk terugzien. Dit werkt op, uh, op, op je tablet, op je smartphone, maar ook zeker uh, op, je, op je internetbrowser. Uh, dit doen we niet alleen met doorvoeringen, maar dat doen we ook op constructieniveau, maar ook op het gebied van isolaties. Daar staat altijd bij nieuw wanneer ze nieuw getest zijn. Nou, als we naar een aantal van die nieuw geteste oplossingen gaan kijken. Dan hebben we bijvoorbeeld deze doorvoering. Uh, we hadden hem altijd wel getest uh, dat hij zeg maar recht door, door het stenolschot-systeem gestoken is. Maar in dit geval mag je hem dus ook met een uh, 45 graden door het uh, systeem heen steken. En dan kan je dus tot een uh, 90 minuten mee halen. Ja, tot een diameter van 110 en dat geldt voor PE-buizen, PP en PVC. Alleen wel belangrijk dat dat een dubbel stenolschot-systeem is. We hebben ook gekeken naar uh, de PE-buizen. Uh, dat is ook een vraag die we, die we gehad hebben van PE-buizen. Die hadden we voorheen tot een uh, diameter 160, maar die zijn inmiddels ook getest op een diameter van 250. Met een wanddikte van 7,7. Daar heb je wel een dubbele multicolor slim nodig, voor nodig. Uh, is uiteraard uh, ook nodig omdat je een grotere diameter hebt. Dus uh, het machin moet veel meer opschuimen om dus, uh, de sparing af te dichten. Maar op deze manier zou je daar dus 90 minuten mee kunnen invullen. Uh, dan nog de doorvoeringen die strak langs uh, de onderzijde van de vloer lopen. Ook getest met PEHD-buizen tot diameter van 125 mm. In dit geval heb je daar dus ook een dubbele multicolor slim voor nodig. Gemonteerd als hoefijzer. En daar zou je dus uh, 60 minuten uncapped-uncapped mee kunnen realiseren. Uh, en dit is dus ook bedoeld voor dus geventileerde uh, systemen, zoals hemelwaterafvoeren en rioleringsbuizen. Dus heel belangrijk om dat te onthouden, dat hebben we te maken met hemelwater afvoeren of rioleringsbuizen, altijd uitgaan van een geventileerd systeem, dus altijd de Multicolor Slim nemen. Niet met een grafiet gaan werken. Um, uh, PVC buizen tot een diameter van 110, dat kom je heel veel tegen in parkeergarages. Die hebben wij uh, opnieuw getest, het is, een, het is een upgrade en die heeft uh, nu 120 minuten gehaald. Dus met een enkele multicolor slim. Uh, we zien in het plaatje dat daar uh, de multimorter is aangebracht. Uh, om de sparing uh, af te vullen. Maar je mag daar ook uh, kit voor gebruiken. als die sparing maar niet groter is dan 20 mm. Maar hier zou je dus 120 minuten. uncapped-uncapped mee kunnen realiseren. Um, we hebben onlangs ook getest met, uh, met kunststof luchtkanalen. Uh, die lopen heel vaak tegen het dek aan. Door een uh, lichte scheidingswand. Uh, daar hebben we 120 minuten mee gerealiseerd. Met een gootje van 220 bij 90. En loopt hij recht door de, door de wand heen. Hebben we dan getest met uh, 225 keer 25 mm. Dus een wat kleiner gootje. Maar daar kun je dus allebei 120 minuten uh, mee realiseren. Um, we hebben ook uh, PLT. Gasleidingen getest. Die worden voornamelijk in België worden die veel toegepast. Hier in Nederland worden, wordt daar eigenlijk altijd een meerlaagse leiding voor, uh, voor gebruikt, een uh, gele. Uh, maar in België daar kennen ze uh, dunwandig staal met een, met een uh, gele kassering daaromheen. En die worden eigenlijk daar altijd toegepast uh, als gasleiding. En die hebben we dus getest, uh, zowel rechtstreeks door de, door de vloer als in een uh, draadgoot in dit geval. En ook daar kan je dus 120 minuten mee realiseren. Dat staat dus ook straks in het, in het ETA-rapport. Er um, is dus ook een vraag die we uit de markt hebben ontvangen. Uh, buizenpost. Uh, inmiddels ook getest uh, in combinatie met een dubbele multicolor slim. Zou je dus uh, voor buizen tot een diameter van 160... 120 minuten uncapped uncapped halen? Nou, nog even een, een variant... Uh, een andere variant, uh, rechtstreeks... door de vloer, uh, drankleidingen... Uh, 120 minuten... Uh, met een, een buitenmaat van... maximaal 145 mm. En die hebben we niet alleen rechtstreeks door vloeren getest... maar ook in combinatie... met een steenwolschotsysteem. Um, ik wil dan even samen met jullie kijken... Naar, uh, naar... een testopstelling met de Multicolor Slim. Dan hebben jullie even een idee van hoe dat dan getest wordt. Wij uh, testen altijd volgens de Europese norm, dat is de EN 13663. Dat doen we in een lichte scheidingswand met een dikte van 100 mm. En daarmee kan je dus ook de massieve wanden onderbouwen met een dikte van minimaal 100 mm. Dus we testen niet allebei mee, test altijd de meest slechte van de twee in dit geval. En dat is dan de lichte scheidingswand. We zien hier overal thermokoppels. Uh, en die thermokoppels die meten dus continu de temperatuur. En uh, zoals ik al in eerdere webinars heb aangegeven, is uh, we letten op de E, dus vlamdichtheid, de I, thermische isolatie. Uh, en hier met die thermokoppels wordt dus de, de I gemeten. En die mag niet boven de 180 graden maximaal komen. Uh, als dat wel gebeurt, dan is dat eigenlijk einde verhaal voor die doorvoering. Nou, wat zien we hier nog meer? We zien hier leidingen die afgedopt zijn. Dit is eigenlijk het uncapped-capped-principe. Dus open. In de, uh, in de oven en afgedopt buiten de oven. En hiermee zou je dus de niet-geventileerde systemen mee kunnen onderbouwen. En we hebben ook getest dus die uncapped-uncapped varianten Dus waarbij er dus aan beide zijden van de oven geen afdopping is. Uh, en dit zijn dus de leidingen die dus getest zijn voor... Uh, ja, voor helemaal waterafvoer of rioleringsbuizen. Um, dus ja, alles wat je tegenkomt in een multiselector bij ons in de ETA-rapporten. Ja goed, dan mag je ervan uitgaan dat dat uh, aan een test is onderworpen volgens de Europese norm 1363. En dan kun je dus zonder meer toepassen en als je een keurende instantie bent, uh, goedkeuren, uiteraard. Uh, hier zien we een, een set aan doorvoeringen die getest is. Dus een, 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 uh, een PE-leiding uh, in combinatie met een uh, meerlaagse leiding met brandbare isolatie en een drukleiding. Uh, bij elkaar genomen met een enkele multicolor slim. De naad is hier afgedicht met multisilent uh, multi, multi A-kit of multimastic SP. En dit is dan de thermocompact, dus de geluidsontkoppelende isolatie die dus meegenomen is in de test. Nou, hier zien we dan de oven in bedrijf. We zien dus dat die aanstaat. Deze rookpluim zal je in de praktijk niet waarnemen omdat die leiding natuurlijk gewoon doorloopt. En hier zien we nog een plaatje van, ja, wat gebeurt er nou met, met de inlagen van het manchet op het moment dat je hem rondom die leiding uh, aanbrengt. Hij zit dus aan de overzijde gemonteerd ook, en ook aan de, aan de, aan de kamerzijde. Uh, door die overdruk zie je dus dat dat grafiet voor een deel de buis ingeblazen wordt. Dus het gaat dan opschuimen en doordat de druk in die oven aanwezig is, dat je ook een drukverschil hebt. Uh, wordt dus uh, de inlaag van het machette voor een klein gedeelte de buis ingeblazen. Maar er blijft nog voldoende over om aan die overzijde uh, de sparing af te dichten. Nou, het resultaat na een, uh, na een brandtest. Hier zien we dus dat machetten door zijn. Dat gebeurt ook wel eens bij een, uh, bij een brandtest. Dus het kan zijn dat deze 90 minuten hebben, hebben gehaald of 60 minuten. Want we gaan altijd wel door tot 120 minuten. En hier zien we dan ook machetten die dan volledig opgeschuimd zijn. en ook nog volledig uh, ja, intact zijn, althans de, de inlagen uh, na 120 minuten. Nou, nog even een plaatje hoe, uh, hoe die, die grafiet dan opgeschuimd is bij een, uh, zeg maar na een brandtest. Uh, we zien dat de, de beplating uh, ja, volledig uh, ja, krakelee is geworden. Dus de, de, het vocht is eigenlijk uit de plaat getrokken, waardoor je eigenlijk een harde. Een gipsachtige substantie uh, overhoudt. Uh, maar we zien hier uh, hoe, dus hoe het machet uh, dan opgeschuimd is. En hoe die grafiet dus uh, is uit gaan zetten. En nog even een plaatje voor, uh, voor de combinatie met een -schot systeem Met de wokkels, zoals we hier zien. Dus dat is dus uh, onderworpen aan een test ook. Uh, en dat kan je dus zonder meer toepassen in combinatie met steenwalschotten. Nou, zou je meer uh, oplossingen willen zien, ook de nieuwe oplossingen? Uh, kijk daarvoor op uh, onze website. Daar hebben we dus de multiselector. Die is te raadplegen in verschillende talen, dus Nederlands, Engels, Duits en Frans, en uiteraard ook te benaderen via de App Store en via Google Play uh, voor op je telefoon of op je tablet. En daar kan je dus exact hetzelfde als wat je dus uh, online kunt. En dan kun je dus heel makkelijk en snel de juiste oplossing vinden. Je, kunt hem al, je kan de oplossing ook doorsturen naar iemand die daar uh, behoefte aan heeft. En je kan ook de testrapporten bekijken. De paginanummers zitten erbij, et cetera. Dus het is enorm makkelijk om al die geteste oplossingen te vinden. En voor jullie beeldvorming staan er ongeveer zo'n 3000 in. Maar die zijn wel heel makkelijk terug te vinden. Uh, we zijn hiermee aan het einde gekomen van, uh, van dit webinar... Ik wil jullie hartelijk danken voor jullie aanwezigheid en voor jullie aandacht. Wij zijn te bereiken via de gegevens die hier in het scherm staan. Dus mochten er vragen zijn, ook na dit webinar, stel ze gerust dus via info.meulco.com. En we hebben voor technische vragen ook support.meulcool.com. Voor nu hartelijk dank en ik zie jullie graag terug bij een volgend webinar. Dank jullie.